De Nationale Assemblée heeft zich afgelopen dinsdag gebogen over de ontwerpwet inzake de instelling van de kustwacht. De wet instelling kustwacht. Vanwege de toegenomen belangen en de verantwoordelijkheden van de staat Suriname in de territoriale zee, heeft de regering van Suriname in september 2013 de kustwachtautoriteit Suriname ingesteld. Het DNA-lid Sylvana Afonsua, voorzitter van de commissie van rapporteurs inzake de wet instelling kustwacht, gaf de indirecte voordelen van de komst van de kustwacht aan. Een verbeterd internationaal imago van Suriname door ook bestrijding van terrorisme en van mensen, wapens en drugsmokkel en om dergelijk aan te pakken. Een directe toename van de visvangst door een toename van de investeringen in de visvangst en visverwerking en export, gestimuleerd door de verminderde zee, roofdreigingen en vergrote aandacht voor het maritiem gebeuren. Vergrote ontwikkelingsmogelijkheden van de vissector in de breedte en in de diepte door de ontwikkeling en toepassing van nieuwe opsporings-, vangst- en verwerkingstechnieken. Toename van de inkomsten uit de vissector op alle niveaus en voor alle stakeholders. Bescherming van de nationale visstanden. Vergroting en verdergaande ontwikkeling van de visverwerking, de visexporten en de lokale consumptie. Volgens Afonsua is er omtrent de opsporingsbevoegdheden van de kustwacht ervoor gekozen de taken te wijzigen. Dit is gebeurd bij een onderhoud tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, de kustwacht en de PG. De fractieleider van de VHP, Chandrika Prasad Santokhi, wees erop dat er heel voorzichtig met wijzigingen van bevoegdheden moet worden omgegaan. Als je zegt nu gaan we wijzigen en we gaan nu over tot toezicht, waar eindigt toezicht dan? Waar begint toezicht en waar eindigt toezicht en waar zou opsporing moeten beginnen? Nu gaat u opsporing weghalen. Wat doet u dan met het toezicht? Voorzitter, in de internationale bepalingen, maar ook in onze eigen regionale bepalingen, is er voor zulke situaties altijd opgenomen de hot pursuit. De hot pursuit, namelijk situaties die je aantreft op heterdaad. Je ziet het gebeuren, dan kan je niet zeggen, ja, ik ben bezig met toezicht, ik zie dat niet. Aldus fractieleider Santokhi afgelopen dinsdag tijdens de behandeling van de ontwerpwet instelling Kustwacht.